Mijn volgende gast is natuurlijk Martin Kooijman van Winsys IT Solutions. Ja, welkom Martin ook hier in onze nieuwe studio. Wat vind je ervan? Ja, prachtig. Mooie plek in het bos. Jij wil het hebben over veiligheid. Waarom wil je het eigenlijk altijd over veiligheid? Ja, nou, helemaal niet. Ik vind het ook een beetje een non-term. Je moet ervan uitgaan dat het veilig is. Zeker wat wij doen, IT, moet veilig zijn. Standaard. Ja. Maar er wordt wel heel veel nadruk, je zegt het zelf terecht, door op die veiligheid constant maar bewust zijn van het feit dat je niet op dat mailtje moet klikken. Constant maar weer die training moet volgen. Maar Martin, jij doet het ook, toch? Ja, maar met mate. Ik vind dat het standaard ingebed moet zijn in onze dienstverlening. Want het constant maar benadrukken van het feit dat dingen veilig moeten zijn en dat jij als persoon daar heel veel op moet letten, dat wordt vermoeid. Mensen worden er vermoeid van. Ja. En zeker het MKB, die denkt, oh, daar komt weer zo'n sessie. Daar komt weer zo'n moment dat ik aanwezig moet zijn of daar weer moet aanhoren, dat ik anders moet omgaan met mijn netwerk. Eigenlijk moet het zo zijn dat je ervan uit moet kunnen gaan dat je netwerkbeheerder ervoor zorgt dat het veilig blijft. Ja, maar iedereen denkt steeds, het gebeurt mij toch niet. Dat is dus precies het probleem. Die bewustwording, die krijgen we er bij het MKB niet in. Hoeveel sessies en hoeveel mogelijkheden hier het ook aan besteedt. Maar als je dat dan anders aanpakt, en dat doen wij, ja, dan denk ik dat je het resultaat in ieder geval is dat je gewoon een veilig, beschermd, goed netwerk hebt. Ja. Nou, volgens mij heb je de boodschap best vaak verkondigd, want je stem die kraakt een beetje. Ja, mijn stem kraakt een beetje. Maar goed, daar moeten we het maar mee doen. Nee, dat valt alleszins mee. Martin, gisteren had ik je aan de lijn, toen kraakte die nog meer. Dus precies. Je bent weer herstellende. Wij moeten er dus voor zorgen dat de intelligentie die wij gebruiken om jouw netwerk veilig te houden, eigenlijk slimmer wordt dan de aanvallers. Nou, dat gaat ook niet meer op de manier zoals dat vroeger ging. Dus daar zetten we natuurlijk AI voor in. Ja. Natuurlijk zetten we daar systemen voor in die je ook niet ziet. Gelukkig maar, want anders zouden de hackers het ook kunnen zien. We moeten ervoor zorgen dat we transparant kunnen blijven. Mijn klanten moeten kunnen zien hoe we dat beveiligen eigenlijk uitvoeren. Er is een security center, er is een compliance center en die zijn beschikbaar voor de klanten. Maar er is ook een attack simulator die is beschikbaar. Dat betekent dus dat je spontaan uit het niets eigenlijk een mailtje krijgt en dan getest wordt of je die link bijvoorbeeld invult. Ja, ja. Met al dat soort technologieën proberen wij onze klant niet alleen bewust te maken, maar ook aan de achterkant goed te beschermen en te laten zien wat we doen. Zijn we dan veiliger als we met Winsys zaken doen? Ik zou een beetje raar klinken als ik zou zeggen nee, maar ik vind dat het een standaard moet zijn. Je moet gewoon veilig zijn en je niet alleen veilig voelen, ik moet het ook gewoon keihard kunnen aantonen. Punt. Wij worden ook getoetst elk jaar weer of we ons aan de procedures houden. Wij worden ook getoetst of we veilig zijn. De maatregelen waaraan wij ons moeten houden, bijvoorbeeld opgelegd door Microsoft, die zijn mega streng om ook de dienstverlening te kunnen waarborgen die we elke dag mogen doen. Ja. Want het is natuurlijk gewoon echt mogen doen. Ik ben super trots op wat ik elke dag mag doen en niet ik, maar mijn team ook. Super trots om de bedrijven gewoon veilig te houden, maar overal veilig te kunnen laten werken. Dus ik doe een oproep bij deze, ook aan de IT'ers. Kom een keer kijken in de keuken van Winsys. Nou, u heeft het gehoord. Kom een keer kijken in de keuken van Winsys. U bent uitgenodigd door Martin Kooijman zelf. En Martin, ik ga even vragen aan Chantal of ze misschien ook nog een lekker kopje thee heeft met honing voor je. Kan je wel gebruiken volgens mij. En dan volgende week gaat het weer een stuk beter met je stem. Ja, er zit wat in de lucht, dames en heren. Kunnen we niks aan doen. Ik ben in ieder geval heel blij dat hij weer even aan het woord is geweest. Martin Kooijman van Winsys IT Solutions. En wilt u meer weten, dan staat de website onderin beeld. Applaus.